Meneer Ruiken, u heeft zojuist met een tiental agenten activiteiten ondernomen op de Gasthuisstraat. Wat was er precies aan de hand? Nou, vanmiddag heeft er een diefstal van goederen plaatsgevonden in Lichtenvoorde. En uiteindelijk komen wij door allerlei omstandigheden hier op dit adres terecht. En wat trof u daaraan? Nou, alle goederen die bij de diefstal ontvreemd zijn in Lichtenvoorde hebben wij ook hier in de woning aangetroffen. Het onderzoek gaat nu lopen natuurlijk, want u moet zich voorstellen, we zijn in totaal ongeveer een uur met de actie bezig geweest. Dus het was vanaf het moment dat de diefstal van de goederen werd ontdekt, zijn we bezig geweest met opsporingsonderzoek. Dus ja, we hebben hier in dit pand achter ons hebben wij de goederen aangetroffen en nu begint eindelijk het onderzoek lopen. We hebben twee verdachten aangehouden. U was snel te plekken, met andere woorden, u wist waar u zoeken moest. Hoe kwam dat zo? Ja, ik vind het wel een beetje lastig, maar houd het maar op dat de moderne telecomapparatuur van tegenwoordig, ja, er zijn van allerlei technische mogelijkheden mee. En heeft u verder in het pand nog dingen aangetroffen die uw belangstelling hadden? Nee, we hebben alleen gekeken naar de goederen die dus bij de diefstal ontvreemd waren en die hebben we dan ook aangetroffen. Daarnaast hebben we een mannelijke verdachte aangehouden die mogelijk op een gestolen fiets reed. Die fiets die zagen we zojuist. Ja, en die gaat ook mee naar het bureau. De aangehouden verdachten zijn Winter Zwijkers. Het gaat om een 37-jarige vrouw en een 34-jarige man. De waarde van de buit zou aanzienlijk zijn.